Mikey. Oh, oh. Echte mannen. Mannen. Schiet eens op, joh! Ik wil! Ja, ja, hele, hele goede morgen. We staan lekker op de vroege morgen in Loosbroek. Ik sta naast Edo. Edo, goedemorgen. Goedemorgen. En, nou ja, jullie zien het al. Er ligt alleen maar hout, hout, hout. En nog eens hout, houtsnippers, balkies, open haardhout. Alles ligt hier. En we zien hier achter ons staan een R530XT. Dat is een beetje een speciale uitvoering. Ja. Hebben wij nog niet mee gereden. En wat houdt dat XT een beetje in? Ja, dat hij een beetje gemaakt is voor het ruwe terrein, zeg maar. Nou, top. Dus we gaan lekker op het ruwe terrein vandaag. Ja. Helemaal spatzuiver. Dus dan kunnen ze die bomen weer opladen. En jullie hebben ook een machine, dan kun je op hoogte kan je meteen zagen, toch? En dan kunnen ze hem vastpakken en dan zagen. Ja, daar hebben we een verrijker voor met de vuilkopper aan. Top. En dat gaan we vandaag ook zien? Ja. Super. Nou, helemaal fantastisch. We gaan de wagen zo starten en dan gaan we naar? Zeggen. Hoe? Zeggen. Zeggen? Wetteleur. Oké, ik denk je gaat het tegen mij zeggen dat ik mag zeggen. Maar, nou super, wij gaan ons ding doen, we gaan de wagen starten en dan gaan we naar Zeggen, Wetteleur. Schitterend mooi. Zonzet op de achtergrond. En wat wil je nou nog meer? De wagen staat al klaar. Je gaat wel, je bent wel gang erin. Hè? De achterdeur is al open. De bak is al een stukje naar achter. Dus zeg het maar wat we gaan doen. Ja, we gaan de bak nog verder openmaken. En dan gaan we de kachelblok hier lossen bij de klant. Oké. Want de helft ligt al op straat. Ja. Dan gaan we die andere deur opengooien. Ja, is goed. En dan doe lekker je ding nou. Ja, is goed. Onderin! Hatsé! Twee keer knippen met je ogen, één minuut verder. En de hele straat ligt vol met hout. Alle blokken liggen hier op straat. Nu gaan we dus verder met de aanhangwagen. Die moet hier iets verderop wezen. Edo, gaan we die aanhangwagen ook keepen? Ja. Mooi. Die gaan we dus ook weer keepen. Gaan we even een mooi GoPro'tje boven de bak hangen. Je kunt mooi zien hoe die leegvalt. We zijn 800 meter verderop in Zeggen. We hebben net die houtblokken daar gelost. We gaan nu hier die snippers lossen. Dat zit alleen maar in de aanhangwagen. Dus ik zeg tegen Edo, moet je die aanhangwagenbakken even wisselen? Nee hoor, we kunnen dat gewoon
lossen met de hengen, want daar heb je ook een haakarm onder. Of ja, dat niet? Ja, gewoon alleen zo'n kiepslinder onder. Een kiepslinder. Dus ja. Die moet je wel overzetten met je motorwagen, maar je kan hem wel zelf kiepen. Slang verbinden. Oké, moet je je nog melden, want we komen net van de Weesbrug. Daar heb je gewogen. Ja, zometeen weer terug. Die weet dat we er zijn. Dus, Oké, dus je mag nu gewoon lossen zoals je staat. Ik mag hem wel lossen. Nou, gaan we lekker ons ding doen. Het is wel een leuk terrein hier hoor. Er gebeurt van alles. Deze kan er niet permanent aan blijven zitten. Nee, of is dat onhandig met koppelen? Ja, dat is ja, precies. Okay. Ja, je bent even handig. Kijk. Oké, let's go. Klap die deuren maar open, 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 open. Ah, blijf keurig zitten hoor. Ja, nog wel. Die oude blokken die kwamen. Oh, daar komt het nog. Komt er zometeen ook eens een blok, ligt het gewoon op de grond? Ja, dat komt in één keer. Echt? Oh, nou, dan is het wel even spannend met die GoPro, vriend. Hij zit nog. Oh. Een stukje. Hotzee! De GoPro. Ik weet nou niet of het de bedoeling was of dat hij dacht dat hij al leeg was. Want ik denk dat Edo dacht dat hij in één keer leeg schoof. Maar hij schoof niet in één keer leeg. Dus ik zei, hey. Toen deed hij hem nog hoger. Maar toen kwam er wel in één keer een bult naar beneden. En toen zag je dit bij de GoPro. Gebroken nekkie. Die staat nu allemaal zo haaks achterover. Maar hij zit er nog aan. Goed spul. We gaan ze er even afhalen. De bak is leeg. En wat gaat hij zo meteen doen met die grote shovel? Gaat hij hem zo de bult opdouwen. Dus dat is ook wel even lachen. Kijk, hij stond recht. Hallo. Nou, de wagen die is leeg. De GoPro's hebben we weer terug. Die zijn weer blijven zitten. We gaan de wagen afsluiten. Wagen afsluiten? Hij is wel van doorgaan, hè, Edo? We gaan in ieder geval de wagen afsluiten. En dan gaan we naar Best. En dan gaan we de bomen gewoon omzagen en meenemen. Lekker. September tot half maart. En tussen die tijd zitten wij met het broedseizoen van de vogels. En waarom, even om daarop in te haken, waarom is het dan een topseizoen? Dan is het geen broedseizoen voor de vogels, zit er geen nesten in de bomen. Oké, dus op het moment dat de nesten in de bomen zitten, mogen jullie niet
kappen. Nee. Dan moeten jullie even kappen. Met kappen. Even kapper met kappen, ja. Ja, juist. Alleen stel de boom is dood of gevaarlijk, je staat bij een fietspad. Dan mag je natuurlijk wel, verwijderd worden. Maar, ja, dus als het gevaar voor de mensen, dan mag je hem weghalen. Ja. Wat doe je dan eigenlijk in de periode dat het broedseizoen is bijvoorbeeld? Ja, dan zitten we vaak bij ons thuis op de werf om kachelhout te maken. Het snoeien van bomen mag nog wel. Dus daar zijn we ook met een paar ploegen mee bezig. Oh ja, en dat doen jullie dan ook met die speciale... Hoe noem je dat eigenlijk? Nee, dat is gewoon met een hoogwerkertje, zeg maar. Oké, okay. Ja. En dan de hoogwerker in echt snoeien ja, met ja, de ja, gewoon een mannetje in de bak, zeg maar. En, ja. Leuk man, mooi werk. Ja. En we zijn dus nu onderweg naar Best. Ja. En dan gaan we jullie wel lekker meenemen. En daar gaan we dus op klus. Er zijn meer mensen van jullie, hè? Ja, er is, ik dacht, 4 man van ons. 2 zakers. Eentje op de mobiele kraan en eentje op de verrijker. En dan zijn wij populieren aan het rooien. Oh, nog een heel groepie. Ja, 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 ja. Leuk. En ben jij als enige vrachtwagen daar? Nee, er staat die Volvo is daar ook. Die staat daar nou met... Is dat jouw oude wagen? Ja, ja. Oh, leuk. Die staat leuk, daar leuk, met leuk. De snipper. Die ook even op beeld. Nou, een mooie tekst en uitleg. En dan gaan we het straks even in het echt hebben beleven. En misschien mag ik nog even met de cirkel zijn. Maar dan moet ik ook een heel pak aan. Maar goed, dat gaan we zo wel even zien. Het zou wel even leuk zijn. Want dan hebben we het echt van A tot Z. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, top man. Dan gaan we nog een stukje doorrijden. Hey, een tweetak. Gaat-ie? Daar gaat-ie hoor. Hij gaat gewoon rustig rijden met dat ding en hij rijdt hem zo naar beneden, denk ik. Oh. Oh. Het is toch wel even spannend, hè? Zo'n heel apparaat. Van onderen! Dat ding is ook sterk, hoor. Dat ding niet op zijn kant gaat. Dit moet je wel even goed doen, hoor, hé Piet. Want als je denkt, ik haal die mast even omhoog, dan ga je met je mobiele kraan en al naar beneden met die boom. En meteen door. Meteen jagen. En... Morgen is dit al een tafelblad, hoor. Een moment van de waarheid. Ik mag een boom mee helpen rooien, ook met de kettingzaag. Maar daar heb je wel speciale kleding voor nodig. En wat is dit voor broek? Deze speciale zaagbroek. Ja. Mocht ooit fout gaan als leerling. Als leerling. Dat stagiair. Nou, laat ik die alvast aandoen. En dan ook nog speciale schoenen. Ja, zaagschoenen. En dan de veiligheidshelm. Want dat is maat 44. 44, ja. Komt goed. Het is goed dat ik meteen aan geknipt heb. Skitterend. Ja, dit is mooi, hè? Helemaal in pak. Voel me ook een stuk veiliger. Oorkleppen zitten op die helm. We gaan even een GoPro'tje monteren. Ze hebben de eerste paar takken er even afgehaald. Hij gaat nu een beginnetje maken. En dan mag ik het laatste stukje doen. Want het is nog wel specialistisch werk. We'll be right back.
Hij heeft hem al afgetekend op 4,20 meter. Nou moet ik dat ding starten. Hoppa, en de rem. Zo. Ja. Even uitleggen wat ze hier allemaal aan het doen zijn van weer het rondhout. Nou, al het hout springt door het rond hier ook. Maar hierachter is Willem-Jan bezig met de verrijker en er zit zo'n gele klem op en daarachter zit een zaagblad. Die pakt dus de bovenste takken eraf. Deze bomen die worden zo weggehaald omdat deze gewoon simpelweg te groot zijn om in één keer om te halen. Dus eigenlijk alle bovenste tronkjes in delen naar beneden, die legt hij klaar voor de versnipperaar. Dus ja, met zo'n klein knijpertje pakt hij gewoon de bovenste takken er allemaal af totdat het één grote boomstronk is. Dan draaien we door en hierachter staat zo'n versnipperaar. En die versnipperaar, die versnippert alles. Je verwacht het niet. Maar daar gaan gewoon zulke stronken in, jongen. En dat is een partijtje grof geweld. En dan zegt die kraammachinist net, oh, dit is nog een kleintje. Oh, ik zeg, lekker. Zulke stammen, jongen. Maar deze, we hebben dus net ook met deze kraan, als die bomen wat kleiner zijn en die hebben een kleiner doorsnee, ik krijg de brok op mijn hoofd, dus daarom heb ik een helm op. Die kleinere doorsnee bomen, het is wel een herrie hier, ik hoop dat jullie me kunnen verstaan, maar dan krijg je het ook een beetje mee wat er gebeurt. Daar breken ze gewoon de takken vanaf met die kraan, houden ze hem halverwege vast en dan vervolgens gaan ze de onderkant choppen ze in, zoals je in films eigenlijk ziet. En dan vervolgens laten ze met de kraan, laten ze die mobiele kraan, laten ze hem heel rustig zakken. Dan rijdt hij mee, want op het moment dat je dus niet mee rijdt,
denk ik, in mijn eigen beeld, is die boom zo zwaar dat die hele kraan mee komt. Dus hij rijdt precies dezelfde snelheid mee als wat die boom valt. En dan laat hij hem in controle, laat hij hem zo neerleggen. Dan vervolgens, dan voel je wel echt de vent hoor. Als je daarna eerst met zo'n kettingzaag die boom omhaalt, dan laat hij hem zakken en dan al die boom stroomt eraf. Of eigenlijk de takken natuurlijk. Met die kettingzaag. Ah, vet jongen. En uiteindelijk komen dus al die losse takken, leggen ze allemaal op stapeltjes. Overal liggen stapeltjes, plukjes met van die takken. Dan komt die versnipperaar, hakselaar, wat je het ook wil noemen. Zet ze ernaast. En dan gaat hij met de mobiele kraan, pakt elke keer een bosje op en duwt het er weer in. En dan komt het gewoon, de snippers komt eruit. Daar staat zo'n wagen voor, dan gooi je ze helemaal vol. En Edo is net al met de wagen weggegaan, die heeft hij gelost. En nu zit de volgende alweer bijna vol, zo te zien. Dan gaat hij die lossen. Maar wat doen ze nou met die hele grote boomstronken? Die heeft hij nog achter op zijn wagentje liggen ook. En wij gaan straks ook die hele grote boomstronken laden. En die worden allemaal afgezet of afgezaagd op 4,20 meter. Dat wil de klant graag. Dus zo doen ze het allemaal keurig netjes. We gaan even verder kijken hoe ze dat allemaal doen. Ik vind het wachtig mooi over dit. Allemaal bruut geweld. Echte mannen. Ik ben echt machtig mooi aan het genieten, jongen. Het is echt schitterend mooi. Maar luister, hier liggen dus al die bomen opgestapeld. En die, al die losse takken die door die hakselaar of shredder of snijder gaan, die snippers worden allemaal gerecycled of hergebruikt. Er wordt niks weggegooid hier, hoor. Zowel als deze bomen ook niet. Deze bomen worden weer gebruikt. Deze zijn van de gemeente, die gaan weer terug naar de gemeente. En van deze bomen worden dus weer een school gebouwd. Maar ze kunnen van andere bomen ook weer meubels bouwen, papier maken, noem het allemaal maar op wat je van een boom kan maken. Het wordt altijd gerecycled, er wordt niks weggegooid. Dat zie je dus ook bijvoorbeeld bij hun op de werf. Als er wel wat overblijft, dan maken ze er weer brandhout van. Snippers voor in de tuin, wat grovere in plaats van zaagsel. Edo, die is al begonnen. Die gaat even het meeste erin gooien. Want ik ben natuurlijk niet zo snel, maar ik ga zo meteen ook even op zijn plek zitten. En dan mag ik ook even een paar bomen achterin leggen. Super dik natuurlijk. Dus schiet eens op joh. Ik wil. Dik bomen geladen! Mannen! Lekker bom! Hallo! Doei! Als je je nou afvraagt af en toe waarom zit je haar zo slecht, nou dat komt dus hierdoor. Doe ik het piekfijn in orde, maar we zijn bij het volgende adres aangekomen. Dan gaan we die boomstam hier achter lossen, maar het kan niet helemaal op het zachte gedeelte. Dus ik zet hem zo ver mogelijk op het harde stuk. Dan ga ik hem daar neerzetten en dan gaan we met de kraan aan de gang. Edo die gaat alvast beginnen met de stammen lossen. Dat vastknijpen, omdat het
rond is, dat is nog wel een kunst hoor. Kijk, nu flipt hij er een beetje overheen. Maar omdat het natuurlijk rond is, hij zegt ook, je hebt natuurlijk voor en achter is hij altijd iets zwaarder qua gewicht. Dus hij begint altijd een klein beetje te hangen. Als je hem dan niet goed knijpt, dan glijdt hij op het zware stuk glijdt hij eruit en dan valt hij zo op de grond. Maar je ziet ook weer hoe handig hij is. Dat is met al die kraanmachinisten die de hele dag op zo'n ding aan het draaien zijn. Die weten dat, die voelen dat gewoon. Hoe die goed ligt of hoe je hem goed hebt. Want hij pakte er net ook al twee vast. En die weten precies wanneer hij in het midden is. Dus dan kunnen ze dat gewoon goed knijpen, ook op de helft. Maar hij zei al tegen mij, Edo, van je moet hem wel goed pakken. Leg hem nog maar even ergens anders op. Dan kan je hem even goed aan de onderkant pakken. Dan valt hij er sowieso niet uit. Dus dit is ook weer een specialist, hoor. Jawoel! Dit was hem weer voor vandaag. Schitterend mooi, jongen. Ik heb er echt van genoten. Van cirkelzaag tot met de kraan werken, tot in een verrijker. En we hebben hoop gedaan, hè? Ja, we zijn ze best bezig geweest. Ja, ja. En jij bent ook goed bezig geweest. Dat moeten ze weten, toch? Nou, ja. Met die kettingzaag en die extra broek aan, want dat is voor de veiligheid wel lekker. Want die kettingzaag die gaat natuurlijk overal doorheen. En dan heb je een speciale broek aan met Kevlar. Hij zal er misschien een klein beetje in happen. Maar het is niet zo dat ik denk, zo twee stompjes. Dat niet gelukkig. Dus je zal misschien wel een paar schaafwondjes hebben, maar daar blijft het dan bij, is te hopen. Want het moet wel een beetje veilig zijn natuurlijk. En dat geldt hetzelfde voor die schoenen. Hè. Daarom moest ik helemaal in pak. Helmpje op, maskertje voor, helemaal top. Ik heb echt genoten, jongen, van die kettingzaag. Gewoon van de hele dag heb ik genoten. Dit is ja, gewoon echt prachtig. Jij gaat nog even terug naar die klus. Ja. Wij gaan hem hier afsluiten. Hoe vond je het zelf? Ja, ik vond het kei een mooie dag. Ja? Ja. Was wel lachen, hè? Ja, en we hebben echt ook een hoop gedaan. Eerst even wegbrengen, dus je hebt wel echt alles kunnen laten zien. We hebben wel een productief dagje gehad, ja. Ja. Mooi kunnen laten zien van wie het rondhout allemaal doet. En voordat ik hem ga afsluiten, ik begon er vanmorgen over zo'n XT. En nu kan je eigenlijk al zien, het is nog niet helemaal en we staan er nog niet helemaal in. Maar als je dit dus met mijn werk doet, dan heb je sowieso schade aan je bumper. Ik heb een lage bumper, dan staat hij nu gewoon op het gras. Mijn onderlippen zijn er zo vanaf. Maar hier kan je dus zien, hier zit een stoombumper. Voor mocht het opspringende dingen of wat dan ook. Het is ook een stalen bumper. Ik heb een plastic bumper. Er zitten ook van die rekjes om de koplampen heen, dat die auto gewoon knap blijft. Want hier heb je niet meteen een deuk. Misschien heb je wat lakschade, maar dan kan je eens in de zoveel jaar gewoon even laten bijspuiten. En dan blijft alles gewoon knap. Daarom is zo'n XT voor dit werk uitermate geschikt. En zo'n V8 is ook wel lekker, hè? Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja, vind ik wel. Ja, dat is nog wel even lekker. Nou ja, wel echt een topkarretje. Bij deze ga ik hem helemaal compleet afsluiten. Vond je het weer een toffe video? Ik vond het echt fantastisch mooi. Dus laat dat ook even weten onderin de berichten. En met een blauw duimpje omhoog. Dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe Kniepie Kniepie Kuipers on Tour. En wat zeggen we in Brabant? Houdoe. Houdoe. Tot de volgende keer. Hele goedemorgen. We staan in Loosdrecht en ik sta naast Edo. Loosbroek. Loosbroek. Goh. Dan zeg ik dat weer, weet je wel.